Dag lieve mensen, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering. Jeroen Post hier achter het stuur van een hele mooie auto. Dit keer een auto wat kleiner, wat ingetogen, maar desalniettemin niet minder leuk. We rijden namelijk in de BMW 130. Oftewel 3 liter, 6 in lijn, 265 pk. Nou, dat is heel veel pk's in een klein autootje. Het is gewoon een hele leuke speelse auto. Ik denk dat als dit een boodschapauto moet worden voor moeder de vrouw of voor vaders, dan is dit de auto waar iedereen af en toe even denkt, oh, ik pak even gouden 1-serie mee. Want het is echt zo'n lekkere auto die gewoon strak schakelt, kort door de bocht. En als je even gewoon een beetje wil scheuren, zoals je dat dan zegt, terugschakelen naar z'n 2, gas geven, 3, hup, 2, 4, hup. Hydraulische stuurbekracht ging, dus het stuurt ook nog zeg maar zwaar dat je goed de auto voelt. Ja, het is weer een lekker dik sportstuur van M. Navigatie zit erin, schuif kanteldak, er zit stoelverwarming in. Kortom, de basics, de benodigdheden zitten erin. Licht interieur, daar ben ik altijd fan van. 4 deurs, of eigenlijk 5 deurs. Dus je kan ook mensen achterin nemen, wat makkelijker. Want het klinkt trouwens heel raar als ik zeg dat je mensen achterin kan nemen. Maar dat kan ook als je daar van houdt. Dus lijkt me alleen wel een beetje krap als ik het zo bekijk. 1 serie. Prachtige auto. Ja, 116.000 kilometer. Uit 2006 dus. Maar ja, kijk maar weer eens naar de auto. Kijk maar weer eens naar de condities. Het is heel netjes onderhouden. Ik ben er eigenlijk wel van gecharmeerd. En toch, hè, moet ik iets bekennen. Ik was niet de grootste fan van de 1 serie. En dan heb ik mezelf 2 keer erop betrapt dat ik er nou in gereden. Dit is de 2e keer dat ik in de 1-serie rijd. De eerste keer was een huurauto in Spanje. Dat was een 1.16. Super fijne auto. En nu heb je een 3 liter onder je kont. En dan denk ik bij mezelf, ja, ik begrijp nu meteen hoe dit gewoon wel heel populair kan zijn. Oh, weet je, dan ben je rustig weggetje. En dan schaak je snel terug. Hop, dat is een 2. Door de bocht. En hij pakt direct pakt hij dan aan. Dus hij gaat alweer door. Lekker naar zijn 6000 toeren. Oh man, moet je kijken man. Dit is zo de mythes. Wow. Sorry voor de cameraman, die moet een beetje van links naar rechts zeg maar. Die heeft een beetje het snollebolleke syndroom in de auto door mijn rijkunsten. Maar ja, weet je wat? Kijk anders even lekker naar de beauty shots. Dan denk ik wel dat je snapt dat dit een hele nette, keurige auto is. Die misschien wel voor jou is. Nou, ik hoop dat je genoten hebt van de mooie beauty shots. Dat denk ik wel. Verder natuurlijk ook de mooie aluminium delen die hier in de auto zitten. Elektrische stoelen. Je hebt nog dual climate. Kortom, alles zit erop en eraan. Ja, en verder jongens. Ik denk toch dat dit een hele mooie auto is. Ja, ik moet gewoon lachen om mezelf. Omdat ik best wel niet zo pro 1 serie was. En nou heb ik 2 keer erin gereden in mijn leven. En 2 keer denk ik bij mezelf. Het is gewoon een hele fijne, lekkere auto. En deze 6-bak is zeker een auto voor jou als jij zoekt naar een kleine, compacte, maar vooral snelle, leuke auto om in te rijden. Dat is deze 130 waar je echt heel veel plezier van gaat hebben. Tot slot, lieve mensen, als er nog vragen zijn, laat het ons vooral even weten. Check ook even de website voor de auto's die we nog meer hebben staan. En dan kan ik alleen maar zeggen bedankt voor het kijken. En als je verder niet zoveel gaat doen op je vrijdag, wens ik je heel veel fijne rust toe. En ga je heel veel dingen doen, dan wens ik je nog heel veel plezier. Oftewel, tot de volgende aflevering. Hoi! Terugschakelen. Dat is een 4. Gas erop. Op. En dat is een 5. En dat is een 6. En ik zou zeggen, geniet van elkaar. Waarom zeg ik dit? Waarom moet je van elkaar genieten? Misschien willen mensen wel verder uit elkaar zitten, dat weet je niet. Ik weet niet hoe jullie in elkaar zitten. 5, 4. Zo, tering. Dat was een korte nacht. En voor de rest ben ik het weer vergeten.